Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Welkom bij de 12e aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Spring weer lekker achterop bij mij, je host Sandra Poelman. En laten we samen weer op expeditie gaan om te onderzoeken hoe we stadsharten weer kunnen laten stralen. Vandaag gaan we onderzoeken hoe je praktisch werk kunt maken van de sociale kant van stadsontwikkeling. De participatiekant ervan, waarover ik heel veel vooroordelen hoor. Van ervaren beleidsmakers en professionals hoor ik: ik heb er niks mee, ik heb er niks aan, wat moet ik ermee? En van burgers hoor ik vaak van: nou, het is een wassen neus, of ze kunnen er niks van. Maar stiekem voelt iedereen wel aan dat draagvlak en samenkracht essentieel zijn als je van hopeloos naar hotspot wil. We bouwen immers niet alleen gebouwen, we bouwen een community. Niet eenvoudig dus, maar wel heel belangrijk. Gelukkig kunnen we ons licht opsteken bij een ervaren professional in dit veld, Sophie Lauwers. Sophie, hartstikke welkom in de podcast. Leuk dat ik mee mag doen met jouw podcast, Sandra. Het is de eerste keer trouwens, dus voor mij is het een podcast vuurdoop. Ja, nou, die heb je nou gehad. Nou, het voelt best nog wel oké. Ja, wel hè, ja. Ach, we gaan gewoon samen kletsen, dat kunnen wij heel goed. En lekker onze nieuwsgierigheid achterna. Sophie, vertel eens, wie ben je en wat drijft jou? Ik ben Sophie Lauwers. Ik dacht, het is misschien leuk om te beginnen met wat drijft me. In plaats van ik woon hier en ik doe dat. En ik vind het altijd wel een hele interessante vraag. Want dan ga ik weer opnieuw over mezelf nadenken. Dus eigenlijk leuk dat je het vraagt. Als ik echt terugga naar wat drijft mij, is dat sowieso nieuwsgierigheid. Nou, je zei het net al, hè? Onze nieuwsgierigheid achterna. Daar ben ik eigenlijk altijd door gedreven geweest. Door: waarom is dat zo? Waarom gebeurt dit zo? En niet zo. En ja, daar zit ook een diepe interesse voor het menselijke wezen in. En dat mondt dan ook uit in een goede vragensteller zijn, maar ook een goede observator en luisteraar zijn. En ik ben eigenlijk altijd dat, wat is het, driejarige kind geweest of zo, dat vraagt waarom, waarom, waarom. En ik bevraag mezelf dus ook heel veel. Ja, dat hoor ik. Ja, dat hoor ik jou doen. En je bent ook, als ik het zo beluister, gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen. Ja. En in hoe je dingen voor elkaar doet. Ja, dus dat is een hele belangrijke driver. En een andere is, en dat hangt het allemaal met elkaar samen, is multiperspectief. Hè. Bekijk het altijd van meerdere kanten. Komt natuurlijk ook uit die nieuwsgierigheid voort. Vertrouw jezelf ook niet meteen. Bevraag jezelf altijd. En bij mij is het ook gewoon een brede interesse dat ik echt wel een generalist ben en altijd een generalist ben geweest. Ja. En waarschijnlijk ook altijd zal blijven. En wat ik dan als laatste drijfveer heb opgeschreven is rechtvaardigheid. En ja, ik kan het ook algemener zeggen, de wereld een beetje mooier maken. Maar ja, dat heeft ook altijd in mij gezeten van: wat is nou eerlijk en kan iedereen meedoen? En onrecht, als ik dat zie of voel, dan voel ik hem ook, zeg maar. En dan wil ik het sowieso begrijpen waarom het komt en hoe je dat dan kan veranderen. En als je dan kijkt naar verder wie ik ben 41 jaar, ik woon in Tilburg, heb een zoon en dochter en mijn achtergrond is politicologie. En ja, dat politicologie, hoe sluit dat aan op mijn drijfveren? Wat doe je eigenlijk als politicoloog? Mensen vragen altijd: waarom zit je dan niet in de politiek? Nou ja, dat kun je doen als politicoloog, maar dat hoeft helemaal niet. Waar je eigenlijk in wezen mee bezig bent in de politicologie is van: hoe worden schaarse goederen verdeeld in een gemeenschap, in een land, tussen landen? En dan kom je heel snel in systemen van insluiting en uitsluiting, machtsmechanismen, hoe werkt dat? Institutionalisering van regels en van wetten en van organisaties. Maar ook heel centraal staan begrippen als gelijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en welzijn. Hoe
richt je een samenleving goed in en welke principes en waarden liggen daar aan ten grondslag. Dus ja, eigenlijk als je het zo bekijkt, zitten daar mijn drijfveren ook, wel goed in verwerkt. Ik heb, om heel kort iets te zeggen over wat ik heb gedaan voordat ik bij Z kwam te werken. Dat is de organisatie waar ik nu werk. Ik heb eerst 4 jaar aan de universiteit gewerkt, onderzoek en onderwijs gegeven. Onderzoek gedaan naar antidiscriminatiebeleid en gelijke kansenbeleid. En daar zit natuurlijk dat rechtvaardigheidsbeginsel en het echt kijken naar van op grond waarvan worden mensen uitgesloten. Maar ook hoe zitten soms ook bepaalde scheidslijnen in beleid. Ongemerkt sluipen ze in beleid, waardoor ze een ongelijke uitkomst hebben voor groepen. Dus daar heb ik voor de Europese Unie ook een onderzoek over gedaan. Hoe de verschillende lidstaten eigenlijk de antidiscriminatieafspraken van de Europese Unie heel anders in hun beleid verwerken met hele andere uitkomsten. Daarna ben ik in de gemeente gaan werken, want na een aantal jaar wetenschap had ik het idee dat ik te veel opgesloten was. Mijn onderzoekende en nieuwsgierige aard kwam wel aan zijn trekken. Alleen dacht ik, heeft iemand er iets aan wat ik hier aan het doen ben? En dus heb ik de stap genomen om niet in de wetenschap te blijven en meer in het veld te gaan werken. En toen heb ik 9 jaar voor verschillende gemeenten gewerkt. Eigenlijk ook altijd in generalistische rollen. Dus nooit op één beleidsterrein. Dus ik heb best wel wat hoeken van de gemeente gezien. En dan kon je zeg maar je interesse in mensen weer veel beter tot z'n recht laten komen. Als ik jou zo even beluister. Ja. Want dat is toch wat je het liefste doet. Hè? Met mensen, voor mensen aan de slag. Ja, en dat kon ik intern in de organisatie doen. Omdat ik vaak een rol had waarbij ik ook over beleidsgrenzen heen mensen moest verbinden op opgaven die gewoon breder zijn dan een beleidsveld. Dus daar heb je dat heel erg nodig. Want een gemeentelijke organisatie is al best snel vrij groot. En naar buiten richting de inwoners van de gemeente. Ja. Ja. Ik noem het wel eens, ik voel me ook zo'n integralist. Hè? Dus ik voel me integralista in plaats van barista. Ja. Ja. Maar er komt heel wat koffie drinken bij kijken, maar daar hebben we het niet over. Mooi gezegd, Sandra. En sinds 2,5 jaar werk ik voor Z. En dat is een stichting. Wij werken vooral op projecten waar participatie en samenwerkingsvraagstukken centraal staan. En met altijd wel oog voor kwetsbare groepen. En zorgen dat die groepen die niet altijd logischerwijs hun stem laten horen, dat misschien toch wel doen, omdat we denken dat daar ook veel kennis zit. Ja, en wij kennen elkaar natuurlijk ook via Stichting Z. Ja. He, want ik ben de hele tijd aan de slag al als strategisch adviseur bij de provincie Noord-Brabant. En dat was bij een gemeente dat ik dacht van, oh ja, hier moeten we echt professioneel aan de slag met participatie in deze binnenstad. Ja. En toen op de een of andere manier kreeg ik er lucht van dat we bij Stichting Z konden inzetten. En zo zijn we eigenlijk met elkaar gekomen. Hè? Ja. Ja. Ja, we zullen verder maar niet op ingaan bij welke gemeente dat is. Want dat is dan zo moeilijk, hè? Wat kun je wel of niet zeggen? Of toch? Wat vind jij? Nou, ik ben er wel een beetje voorzichtig in. Ook zeker met lopende opdrachten ben ik daar voorzichtig in. Dus ik zal ook in deze podcast bij sommige voorbeelden wel namen noemen. Omdat ik weet dat dat kan en afgerond is. Maar zeker bij lopende opdrachten zal ik het iets anoniemer doen. Ja, dat snap ik. Het is bij ons altijd een zoektocht. Hè? Van de ene kant zit je met geheimhouding. En aan de andere kant loopt je hart en je mond ervan over. Ja. Maar zeker in een podcast. Inderdaad, moeten we even kijken waar we dan niet kunnen delen. Soms zit je ook gewoon in een gevoelig speelveld. Ben je aan het werken. En dan heeft dat, vind ik het er niet waard om het hier te noemen. En dat misschien een effect heeft wat je helemaal niet... Nee, ja, zeker. Ja. Zeker, zeker. Maar je vertelde al, hè? Je werkt bij Stichting Z.
Ja, kun je zeggen wat Stichting Z doet in de richting van de transformatie en de revitalisering van stadswaarden? Ja. Of de ontwikkeling meer breed? Ja, Z is wel actief breder dan stadswaarden. Dus inderdaad stadswaarden, maar het zijn ook wijken of buurten in kleinere gemeenschappen of wijken die tegen een stadshart aanliggen. Hè? Dus dat je een ontwikkeling hebt in een stadshart, maar dat juist wordt gekeken van hoe kun je nou die wijken daaromheen, hoe kunnen die mee profiteren van een grote ontwikkeling. Maar ook het buitengebied zijn we actief. Er spelen andere vraagstukken als in stadsharten, maar soms toch ook wel dezelfde soort dynamieken. Als je het hebt over samenwerking tussen meerdere partijen, tussen overheid en samenleving. Dus er zitten ook wel herkenbare overeenkomsten in. En noem eens wat? Wat voor overeenkomsten moet ik aan denken? Nou, sowieso in algemene zin is het zowel in het buitengebied als in een stadshart heb je te maken met belangen die uiteenlopen en schuren. En daar ga je op zoek naar gezamenlijkheid. De stadsharten kennen bepaalde opgaven nu waar ze echt een verandering of een transitie in door moeten om vitaal te blijven. Die opgaven die zijn in het buitengebied anders te omschrijven, maar niet minder groot. Hè? Dus eigenlijk bij allebei zie je dat door blijven gaan hoe je het deed, waarschijnlijk geen leefbare en vitale omgeving gaat opleveren. En dat een overheid niet meer alleen kan. Die kan niet op papier gaan schrijven van nou, we gaan hier geld in stoppen, we gaan hier iets bouwen en dan is het opgelost. Het zijn echt grote, complexe transitievraagstukken. We hebben vaak zelf, de overheid weet het antwoord niet en inwoners ook niet. En je moet eigenlijk alle kennis en kracht bij elkaar brengen en het talent en energie om samen die puzzel te leggen. En ja, daar kom je dan eigenlijk wel dezelfde soort vraagstukken tegen. Dus hoe zoek je naar common ground, zeg maar, naar overlappende belangen? Hoe kun je win-win nastreven? En het samenspel tussen overheden of instituties, hè, want naast de overheden, woningbouwcorporaties en zo zijn ook best wel geïnstitutionaliseerd. Met inwoners van de samenleving, hoe spreken die met elkaar en begrijpen ze elkaar en hoe werken ze vruchtbaar samen? Ja, dat is eigenlijk, komt dat in stadswacht en het buitengebied heel duidelijk naar voren. Dus dat bedoel ik eigenlijk met dezelfde dynamieken. Ja, herken ik wel. Ja. En de vraag stellen, hè? Waarschijnlijk zijn er heel veel antwoorden op die vraag van hoe doorbreek je dat, hè? En hoe zorg je ervoor dat instituties en samenleving elkaar opzoeken en versterken, net tot die win-win komen? Ja. Kun je daar wat best practices in delen of zo? Nou ja, want je begon de podcast met participatie, dat sommige mensen daar sceptisch zich over uitlaten. Als we kijken dan naar waar Z in gelooft, hè, wat betreft participatie, dan is dat ook misschien niet meteen wat de connotatie die mensen hebben bij participatie. Want eigenlijk, wij geloven in dat je om tot duurzame en gedragen oplossingen voor grote maatschappelijke transitievraagstukken, dus leegstand, klimaatadaptatie, de energietransitie, noem maar op, echt de grotere opgaven, dat het nodig is om dat samenspel echt anders vorm te geven tussen overheid en samenleving. Want we zien dat het daar toch vaak nog niet soepel loopt en dat de partijen elkaar nog niet helemaal begrijpen. En wat we belangrijk vinden in dat samenspel is ten eerste dat de ervaringskennis van bewoners net zo hard nodig is als de expertise van de beleidsmaker en de doekkracht van de ondernemer om tot oplossingen te komen die ook morgen werken en waar iedereen profijt van heeft. Dus het is een gelijk belang aan verschillende soorten kennis en kunde hechten. Dat is een belangrijk uitgangspunt wat we in ons werk proberen en in onze aanpak proberen mee te nemen. Heb je mooi gezegd. Het is een gelijk speelveld van ervaringskracht. Doekracht. Wat zei je, van ondernemerskracht. Ja, en expertise. Echt de kennis in de zuivere zin van het woord. Of hoe we het vaak kennen. Hè? Dat je dingen weet of kennis hebt. Vanuit je professie. Vanuit je professie, ja.
Ja, dus, en dat eigenlijk zorgen dat alle krachten die er zijn, dat je die op de een of andere manier weet te bundelen. Ja, en wel ieder vanuit, hè, want het is allemaal vanuit verschillende rollen. Het is ook niet dat je vraagt, hè, want soms denk je bij, het is niet gelijkheid, het gaat echt over gelijkwaardigheid. Maar die partijen hebben allemaal hun eigen unieke rol en daar moet je ook respect voor hebben. En dat is ook niet voor niks dat het zo is, hè? Want soms is het ook heel makkelijk, merk je van ja, de overheid doet het nooit goed of juist er wordt gewezen naar, nou, inwoners begrijpen er ook niks van. Ja, ik denk dat een overheid is niet voor niks gegroeid, hè, tot de overheid die we nu kennen. En dat werpt ook superveel vruchten af, maar op zeker op vraagstukken waar je niet met een standaard antwoord of blauwdruk kunt komen. Hè? Dus waar we eigenlijk het allemaal niet over weten. Ja, daar, daar kan echt wel in dat samenspel tussen overheid en samenleving kan veel gewonnen worden, denken wij. En dat zit in ieder geval in die gelijkwaardigheid van die verschillende soorten kennis. En dat je die ook dus probeert in te brengen en te betrekken bij het komen tot oplossingen. En daarnaast is het ook het redeneren vanuit het vraagstuk in plaats van een dominant beleidsveld belangrijk. Hè? Dus nou ja, als je denkt aan het voorbeeld van de energietransitie, dan zie je toch vaak een technisch-economische benadering. Maar, en die is ook heel hard nodig. Hè? Dus zonder dat soort oplossingen kom je er niet. Maar je komt daarmee alleen er ook niet. Want het zijn uiteindelijk toch mensen die de samenleving maken en die eigenlijk de verandering maken of kraken. En daarmee gaan wij ervan uit, wij zetten dat ieder transitievraagstuk in de kern ook een sociaal vraagstuk is. Hè, dus het raakt aan belangen, aan welzijn en welvaart, aan de mogelijkheden of onmogelijkheden om mee te kunnen veranderen. Dus wij proberen in te brengen, investeer altijd ook in die sociale kant en verlies de menselijke maat ook niet uit het oog. En ja, we zien dat vaak, dat het lang niet altijd zo is dat die wat integralere blik vanzelf is. Want ja, dat is ook niet wat we, ja, heel lang zijn we dat volgens mij ook niet gewend om dat zo te doen. Dus dat is het tweede. En dan het laatste is dat je dus om tot oplossingen te komen met heel veel verschillende partijen moet samenwerken. Die overheid die kan dat niet alleen, die wil dat niet alleen. Daarom vraagt de menselijke kant van samenwerking ook steeds meer aandacht. Dus enerzijds is een transitievraagstuk een sociaal vraagstuk. Omdat het ook gaat over in- en uitsluiting, over welzijn, welvaart, nou, dat soort dingen. Anderzijds is het gewoon, gaat het over samenwerken en kunnen samenwerken en daar de vaardigheden voor hebben. Dus, en daar moet meer en meer aandacht naartoe gaan. En ook dat is volgens mij iets waar op nog best wel veel winst te halen valt. Dus het gaat over gewoon eigenlijk best wel simpele en vanzelfsprekende menselijke dingen. Naar elkaar, elkaar leren kennen en begrijpen. Het belang van luisteren en echte aandacht. Samen kunnen leren en reflecteren. Hoe zoek je nou naar gezamenlijkheid? Maar je moet ook oog hebben voor de weerstand. En ruimte bieden aan passie en energie die er al is. En aan initiatief wat er is. Daar wordt nog best wel makkelijk aan voorbij gegaan. Terwijl daar kun je echt met hele kleine dingen van wat mensen van zeggen, ja, dat is toch logisch om dat te doen? Ja, dat is heel logisch. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Hey, precies, dan moet je het ook doen. Ja, ik denk dat we sowieso in samenwerking nog een heleboel te leren hebben als maatschappij. Ik heb wel eens voor de grap gegoogeld, bij bol.com gekeken, naar boeken over samenwerking. En ik geloof dat het er 155 waren. En toen dacht ik, nou, dan ben ik benieuwd hoeveel boeken er zijn over persoonlijke ontwikkeling. Dat ging in de duizenden, in de tienduizenden. Oh, interessant. Grappig, hè? Ja, want ik herken helemaal wat je zegt van, behalve de sociale kant en dat, hè, dat je de mensen ergens in moet meenemen en de sociale kant van vraagstukken naar boven moet halen en een rol moet geven, is het ook van hoe doe je het op een goede manier samen? Ja. Met al die partijen die allemaal iets willen, die allemaal belangen hebben. Ja, precies. Ja. Dat is enerzijds ingewikkeld, want sociaal verkeer, hè, dat merk je ook gewoon in je los van je werk, ben je natuurlijk ook elke dag bezig met interactie en samenwerking en de een vindt dat ook makkelijker dan de ander. Alleen op professioneel gebied, zeg maar, ook waar overheid en samenleving samenwerken, ja, zijn daar toch, zeg ik, bepaalde
ja, de logica van intermenselijk verkeer zoals je die in je gewone leven gebruikt, wordt niet altijd meegenomen in dat professionele verkeer tussen overheid en samenleving. Terwijl dat eigenlijk best wel vaak al een heel verschil maakt. Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets waar we heel graag dingen van jou van horen. Zo van ja, wat zijn nou gewoon praktische dingen die je kunt doen die gewoon goed werken? Ja. Nou, Sophie, ik hang aan jouw lippen om wat van je te leren over hoe je samenwerkingen op een praktische manier goed vormgeeft. Kun je ons meenemen in een voorbeeld dat je zegt van ja, in intermenselijk contact doe je dit gewoon. Maar bij dit soort van opgaven vergeten we dat wel eens. Wat zijn best practices die je ons eens lekker mee om de oren kunt slaan? Ja. Nou, misschien een goed voorbeeld is, we werken nu aan een gebiedsontwikkeling in een grote Brabantse stad. En daar worden heel veel nieuwe huizen op een bepaald terrein, een inbreidinglocatie eigenlijk, gebouwd. Dat heeft best wel veel impact voor de omwonenden. En daar zijn een bouwbedrijf, een woningbouwcorporatie en de gemeente en natuurlijk allerlei partijen uit de buurt bij betrokken. Er zit een winkelplint met ondernemers. Er zijn boven de winkelplint zitten huurappartementen met pandeigenaren. En er zijn straten om die locatie heen die al jaren op een braakliggend terrein uitkijken en allerlei wensen hebben over verkeer, over groen, over speelplekken. Nou ja, dus het is een heel veld van stakeholders. En wat wij merken, dus wij zijn gevraagd op de sociale kant van de gebiedsontwikkeling. Want het bouwbedrijf en de woningbouwcorporatie die willen niet alleen stenen bouwen, maar ze willen echt een goede buurt bouwen. Dat hebben ze ook echt zo als ambitie vastgelegd. Dus dat is een heel goed uitgangspunt. En daar is Zet op gevraagd om die kansen mee te begeleiden. En wat we dan merken is dat eigenlijk gewoon het gesprek aangaan. Dus aankloppen bij mensen of langsgaan bij de ondernemer. En gewoon eens vragen stellen, geïnteresseerd luisteren, vragen naar ideeën die ze hebben, behoeften, dingen waar ze tegenaan lopen. Dat gewoon heel moeilijk is en dat merk ik ook. In de jaren dat ik voor gemeente heb gewerkt, dat heel vaak in de grotere geïnstitutionaliseerde organisaties, dat er een soort schroom is om gewoon een menselijk gesprek aan te knopen. Met juist die partijen die je nodig hebt. En daar zit van alles achter. Het idee van je kunt het maar één keer goed doen. Wij zijn degene die het moeten weten en die het gaan bepalen. De andere partij heeft zich al ingelezen en voorbereid. En, dus eigenlijk zijn het ook over en weer. Ja, dus het zijn ook over en weer, denk ik, oordelen. Die eigenlijk met een simpel gesprek, gewoon van mens tot mens. Ja, en dan zie je echt. Al te ondervangen zijn, weet je. Ja, en dan zie je echt zachtheid optreden. En ja, dat is dan niet eens de gesprekspartner waar die overheid, woningbouwcorporatie dan mee praat. Die weet nog niet eens of hij zijn zin krijgt. Maar het wordt zo gewaardeerd, een gesprek met elkaar. En dat je gewoon langskomt. En heel vaak zeggen ze van ja, eerder, 2 jaar geleden toen dit proces begon, kreeg ik een brief op de deurmat. Of ik dan en dan bij die bijeenkomst wilde komen. Maar zo gaat dat toch niet. Ik vind het zo fijn dat jullie langskomen. Dat is eigenlijk heel logisch. En daarna bouw je ook echt een basis om, ook als het moeilijker wordt, elkaar beter te vinden. En het is allemaal, weet je wel, samenwerken is niet makkelijk. En je kunt in zulke soort ontwikkelingen nooit iedereen tevreden maken. Maar bijna altijd kun je wel door goed met elkaar te praten en te kijken van wat is nou voor iedereen van belang, kun je echt wel een kern vinden waar voor iedereen een bepaalde winst zit en dat ook gewoon op die manier met elkaar delen. Dat anderen dat ook zien. Dus het zit ook heel veel in begrip over en weer. Dus in een andere opdracht die we doen, is een opdracht dat gaat over energie voor iedereen, zo heet dat project. Dan proberen we mensen met een smalle beurs te betrekken bij de energietransitie. Hoe doe je dat nou? Nou, een van de thema's die daar speelt is gespikkeld bezit. Dat zijn eigenlijk wijken waar sociale huurwoningen zijn van de woningbouwcorporatie. Maar er staan ook een aantal particuliere woningen die gewoon huiseigenaren hebben die koopwoningen zijn.
En daar merk je dat de gemeente en de woningbouwcoöperatie heel graag heel de wijk meenemen. En die particuliere eigenaren worden meestal gewoon aangeschreven met een soort bod van de aannemer. En dat is bijna niet te begrijpen. Daar zit zoveel achter. Als je zo'n brief krijgt, er zit zo'n wereld achter. Dat best wel vaker dan het antwoord is, nee, ik snap hier niks van. Ik weet niet wat dit gaat betekenen, wat dit mij gaat kosten. Wij hebben in onze project gaan we in gesprek. En hebben ook geprobeerd om uit te leggen welke wereld zit erachter. We hebben gevisualiseerd van welke stappen worden er doorlopen. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe woon jij nu? Wat is jouw wooncomfort? Wat zou zoiets als wat hier wordt voorgesteld in die best wel afstandelijke technische brief. Wat zou dat voor jou nou echt betekenen? En uiteindelijk hebben we dan 75% van die huiseigenaren meegekregen. En ga je dan bij iedereen persoonlijk langs? Ja. Werkt dat zo? Ja, het is wel handwerk. Ja, precies. Ja. Want eigenlijk, al naar aanleiding van jouw vorige voorbeeld, dacht ik van... Gaan jullie bij iedereen persoonlijk langs? Of heb je ook iets meer in een groepssetting? Ja, nou het is wel... Deze voorbeelden zijn nu allebei van corona... in het coronatijdperk. Oh, ja, ja. En dan is het echt wel heel veel één-op-één gesprekken. Als we niet met corona te maken hadden, dan zouden we dat wel efficiënter kunnen doen. Zeker, ja. Ja, ja. Maar dat kan dus wel, want ik dacht even van... Nee, het kan wel. En het kan ook zeker, hè, als wij nu die woningbouwcorporatie, als die nou 3 blokken verder dit ook wil gaan doen, dan hebben we natuurlijk ook het voorwerk klaar liggen. Want de vragen die die eerste 10 huiseigenaren hadden, dat zijn heel vaak ook wel vragen die bij de volgende 10 huiseigenaren leven. En het visueel en inzichtelijk maken in normale taal van... wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n traject. Hè? De wereld achter die brief. Ja, die kunnen we dan ook weer gebruiken. Want, dus wat dat betreft bouw je dan ook aan tools die je daarna nog kunt blijven gebruiken. Maar het kan wel steeds in elke context. In elke opdracht moet je kijken van wat is hier nodig. Dus in de opstartfase kost dat wat meer tijd. En nu met corona kost dat helemaal meer tijd. Ja, ja, precies. Omdat je niet met groepen kunt werken. Ja. Ja. En het is meer iets vanuit mijn eigen praktijk, wat ik eigenlijk aan jou wil toetsen, hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik heb vaak bij participatie het idee als, zeg maar, als de plannen al helemaal bedacht zijn, en dan ga je nog met bewoners in gesprek of met ondernemers, dan geeft dat veel meer weerstand dan wanneer je, echt als je helemaal aan het begin staat, met mensen in gesprek gaat van, goh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik doe dat vaak zo, maar ik denk eens even bij jou toetsen. Ja, klopt. Ik heb hem ook van tevoren wel aan gedacht, inderdaad. Het is wat je vaak mis ziet gaan, en dat geldt ook voor stadsharten, is dat er toch al bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hè? Dus, en dat je pas later in het proces wordt er gedacht aan participatie. Maar dan zijn er al echt zijpaden ingeslagen en andere paden zijn al niet meer te bewandelen. Ja, en dat is wel lastig. Wij worden als Z best wel vaak gevraagd, ook in die latere fases, hè, dat je niet helemaal aan de voorkant zit. Ja. En meestal is er dan ook best wel, kunnen we ook nog heel goed helpen, maar je komt wel op 1-0 achterstand of 10-0 achterstand. Ja. Kom je binnen. Dus dan is er echt wel veel meer werk te doen. Ja. Ja, ja. Oh, fijn. Ja, ik werk nou vaak met praatplaten. Hè? Dus niet met van, we hebben een bepaalde visie of zo. Natuurlijk hebben we al over dingen nagedacht. Maar ja, ik maak het bespreekbaar. Al echt helemaal in het begin. Want dan kan ik ook veel beter de wijsheid die je net benoemd, hè, van ondernemers, van ervaringsdeskundigheid, etc. Die kan ik ook nog veel beter een plek geven. Ja, ja, praatplaten die laten meestal heel veel openheid. Hè? Omdat het is ook nog niet dichtgezet met tekst. Dus het is echt iets wat je een soort een gesprekstoel. Zo gebruik je het dan. Wij gebruiken dat ook heel vaak in ons traject. Ja, alleen het ligt er wel dus aan. En dat is ook altijd voor ons heel goed. Als wij een opdracht beginnen, dan willen we ook echt precies weten van de opdrachtgever. Wat is er al aan communicatie uitgegaan? Mogen wij al die brieven, kun je die sturen? Of al die gespreksverslagen of de stukken die er al liggen.
En soms moeten we best wel doorvragen om alles boven tafel te krijgen. En dan kan het speelveld waarin we ons gaan begeven toch nog wel heel anders worden. Doordat er toch wel al cruciale besluiten zijn genomen. En soms is dat ook bij de opdrachtgever. Zijn ze zich daar helemaal niet zo bewust van. Denken ze van, we hebben jullie echt heel vroeg meegenomen. En ja, vaak is dat ook wel, want het zou ook veel later kunnen. Maar ja. Ja, je hebt dan toch een andere start. Ja, ja, ja. En herken je dan ook van, en vaak binnen instituties is het dan zo van, ja, maar hè, jij met je praatplaten, ik wil eigenlijk nog niet dat je dit benoemt. Ja, ja, dat is dus ook die schroom om gewoon het gesprek aan te gaan. Ja, dan denken ze, ja, maar dat is helemaal niet gewoon. Want straks beloof ik iets of zeg ik iets waar ik naar de hand, ja, waar mensen bepaalde rechten of iets aan kunnen ontlenen. Hè. Dus dan voel je in je rol als ambtenaar ook geen gewone inwoner tot inwoner gesprek. Want je hebt een andere positie. En hoe ga je daar nou mee om? Hè, en ik denk dat heel vaak ook ambtenaren ook het nut zien van zo'n open gesprek, maar het gewoon niet durven of ook niet de back-up voelen. Zich er niet veilig genoeg bij voelen. En eigenlijk ligt daar ook wel volgens mij een kans om ze in te ondersteunen. Want volgens mij is daar altijd wel een middenweg in te vinden. Hè, want volgens mij kun je ook zeggen, je kunt al alles gaan uitzoeken van tevoren. Ook kijken van welke kaders en regels zijn nu figerend in deze wijk. En dan weet je al een beetje. Dan kun je al komen van, nou, we gaan het hebben over, je wil hier in dit leegstaande pand een tijdelijk café gaan maken. Maar onze APV en ons bestemmingsplan zegt dit en dit. Dus dat wordt moeilijk. Ja, dan ga je een gesprek heel anders in dan dat je gewoon zegt van, hey, vertel eens, je wil een gesprek. Waar wil je het over hebben? Of wat is je initiatief? En dan kun je altijd gedurende het gesprek wel zeggen van, nou, je weet dat we als gemeente werken met bepaalde met bestemmingsplannen en met bepaalde wet en regelgeving. Maar ik wil eerst horen wat het idee is en daarna gaan we kijken wat mogelijk is. Dan heb je toch al jezelf iets ingedekt. Je hebt aangegeven van, ik kan nog geen ja of nee zeggen. Ik heb dat ook nog niet uitgezocht. Want ik wil eerst gewoon van jou horen wat je plan is. Dat is al heel anders. Dan heb je al een heel ander gesprek. Dat komt wel anders over. Zelfs nu al in dit gesprek. En je raakt ook nog wel iets belangrijks van, het is wel fijn ook als je bij een institutie werkt om wel te weten wat de kaders zijn. Hè? Dus dat geeft ook heel veel rust. Hè? Ja. Ja, dan, een soort van het huiswerk vooraf doen. Dat je gewoon weet wat het speelveld ongeveer is. En dan heb je ook meer ruimte of zo. Klopt. Alhoewel, ik denk dat je niet... Het gevoel is wel vaak bij ambtenaren van, ik moet van de hoed en de rand weten. Terwijl zo'n initiatief van een initiatiefnemer, dat kan gewoon over de grenzen van jouw taakgebied heen gaan. En dan weet je niet van de hoed en de rand. En ja, ga je het gesprek dan niet voeren? Of kun je het dan ook steeds goed voeren? Dus wat dat betreft hoef je ook niet... Je hoeft ook niet alles te weten. Nee. Meteen. En dat is ook iets waar wij in onze opdrachten ook steeds mee bezig zijn eigenlijk. Is om de opdrachtgever waar we mee werken en de mensen waar we mee werken, om die comfortabeler te maken met niet weten. En dat je dan nog zorgvuldig kunt werken. En nog bepaalde verwachtingen kan managen. Want ook dat is wel heel belangrijk. Hè? Want je kunt niet alleen maar... Hè, mensen verwachten ook van de overheid dat ze op een gegeven moment iets zeggen van, dit kan, of dit is onze visie. Dus als je dat de hele tijd niet blijft doen, dan gaat dat bij de tegenpartij ook irriteren. Maar het gaat over... Kan ik me even voorstellen, dan denk je van, gaan we er ergens naartoe met z'n allen. Dus het is ook de balans zoeken naar wel een menselijk gezicht en menselijk contact. En ook gewoon zuiver blijven dat je een bepaalde rol hebt als overheid. Ja. En dat is ook gewoon niet zo makkelijk. Nee, het is gewoon hard werken. Ja. Samenwerken is hard werken. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nou, dan heb je een aantal mooie voorbeelden met ons gedeeld. En we maken het een beetje breed. Dat heb je met integralistas onder elkaar. Hè? Ja, inderdaad. Sorry, luisteraars. Ja. Of misschien is het heel leuk om naar te luisteren. Ja, ik denk het toch wel hoor. Maar als we het nou eens wat meer op stadsharten van toepassing maken. Wat zie je voor een belangrijke rol voor jou, zeg maar, als het gaat om stadsharten en daar iets mee te doen? Mm-hmm.
Volgens mij zit het altijd, bij ons dan in ieder geval, in een mix van... Hè, want wij worden als Z meestal niet gevraagd om het inhoudelijke plan te maken. Maar juist heel erg om die samenwerking en het proces van samenwerking te begeleiden. Hè. Dus je zit in een bepaalde rol. En wat voor ons dan altijd wel punten zijn waar we ons aan houden, of in ieder geval waar langs we werken, is altijd de context. Dat we altijd heel goed kijken naar dat stadshart zelf en wat daar speelt. En wat voor stadshart is het? Wat is de identiteit en de historie? Wat is de trots van de mensen? Wat zijn de verhalen van dit stadshart waar we bij aan kunnen sluiten? Vanuit welke identiteit ga je dus aan de slag met dat stadshart? En want heel vaak gaan wij ook dan in die participatie nemen ook een zichtbare rol. En dan denken we dus ook heel duidelijk van hoe kunnen we herkenbaar de wijk ingaan en vindbaar en laagdrempelig. En dat mensen weten dat je ook echt hebt verdiept in die plek. Precies, dat je weet waar het over gaat. Ja, in die plek. We hoeven niet alles te weten, maar dat we ook heel erg geïnteresseerd zijn in die plek. Ja, daar ben je ook. Ja, ja. Ja. Dus dat is één, hè? Dat is het allerbegin volgens mij. Dan de tweede is, maar dat heb ik eigenlijk gezegd, is die doestand, dat gewoon in gesprek gaan. Nou ja, daar heb ik net voorbeelden van gegeven. Een andere is een stem en aandacht geven aan allerlei partijen. Dus dat sluit aan, hè, bij wat we als Z belangrijk vinden, dat het tot oplossingen komen voor een stadshart wat met bepaalde uitdagingen kant. Dat je echt een manier van participeren en samenwerken bedenkt, waarbij allerlei groepen zich uitgenodigd of geprikkeld voelen. Dus dan moet je ook weer heel goed kijken van wie wonen daar, wat is de informele structuur van de wijk, hè? Wat zijn sleutelfiguren die je niet, op papier zul je ze nooit zien, maar ze zijn super belangrijk in dit stukje stad. Dan moeten we die zeker ook gaan spreken. En zo ga je echt, ja, hoe zeg je dat? De wortels. Ja, een soort van maatwerk maken voor de sociale aanpak eigenlijk. Ja, ja. En daar enten we dan ook altijd onze stappen op. En we gaan ook altijd ontwerpend stap voor stap te werk. Omdat we eigenlijk door... Je kunt steeds maar een paar stappen vooruit denken. We zien heel vaak dat opdrachtgevers juist een plan hebben van A tot Z. Of in ieder geval een einddoel. En dan hebben ze teruggeredeneerd. Dan gaan we deze stap en deze stap en deze stap. En op papier ziet dat er best wel zorgvuldig uit. En is er over nagedacht. Maar we gaan altijd doorvragen van oké, als je nou bewust bij stilstaat en je verplaatst in een stakeholder. Hoe zal deze eerste stap dan overkomen en de tweede? En soms denk je dan, oh nee, dit is helemaal niet logisch. Of het is voor deze stakeholder wel logisch, maar voor die andere, die ondernemer, die krijg je nu echt niet mee als je dat op deze manier doet. Die gruwelt hiervan. He, dus je moet ook echt diversifieren in je aanpak. En steeds doordat je dan een bepaalde stap zet en eigenlijk de stad een antwoord en een reactie geeft, verandert eigenlijk je context, waardoor je de volgende stap pas goed kan zetten. Ja, vruchtbaar met elkaar, zeg maar. Ja, sowieso, hè. Denken in eindbeelden, dat speelt ons heel erg parten. En zeker als je het hebt over transformatieprocessen. Ja, je weet ook helemaal niet waar je naartoe gaat, nee, hè. Nee, en je hebt zoveel ruimte nodig voor innovatie, voor experiment, voor uitvinden in het hier en nu wat er wel en wat er niet kan. Ja, ja, dan kan je een mooi traject tot en met, we slaan de laatste paal en alle woningen zijn klaar bij wijze van, hebben bedacht. Maar ja, zo gaat het hem niet worden, want dan heb je geen succes. Ja. Nee, en succes maak je met de energie en de kracht en ook de weerstand die er zit. En die moet je dan wel kennen en daar bouw je op. Ja, ik vind het heel mooi zoals je het ook omschrijft. Je kruipt echt in de huid van verschillende stakeholders. Ja. En je kruipt in die huid en je denkt na van hoe zou dat op die groep of die persoon overkomen? Ja. En wat zou je dan kunnen doen? Ja. Ja. En soms weet je, je slaat altijd nog wel eens de plank mis, hè? Want dat sowieso. Ja. Maar meestal gaat zo stap voor stap. Stap voor stap en steeds op maat bedenken van kan ik echt een relatie opbouwen met deze stakeholder? Want uiteindelijk gaat het over menselijke relaties. Ja,
ja, dat is heel belangrijk. En dan kom je meestal verder dan wanneer je het van tevoren uitdenkt en probeert je eigen, hoe zeg je dat, je eigen reis voorgeplande reis te volgen. En dan verlies je ondertussen de medereizigers. Dat. Ja. Ja, kom je niet samen aan op de eindbestemming. Ja, precies. En we hebben het hier zo over. En volgens mij voelen wij het hetzelfde en zijn het met elkaar eens. Maar dat is echt niet common practice, hè? Nee. En het is ook wel, hè, en dat is ook, dat hoor je wel vaak terug. Van ja, maar dit kun je toch niet altijd doen? Dit kost veel te veel tijd, veel te veel geld. We kunnen het nu een keertje doen in dit speciale geval. Of omdat het een pilot is, of omdat... Hè, maar er worden dan wel vraagtekens gezet van... is het dan... Kost dit niet veel meer? Ja, en dan krijg je... Ja. En wat is daarop je antwoord? Nou ja, ons geloof is dat je op deze manier... ga je echt meerwaarde creëren en impact maken die ook duurzaam is. Omdat je ook eigenaarschap creëert eigenlijk bij de andere stakeholders. Omdat ze echt vanuit hun eigen kunnen en behoeften en kracht... ruimte krijgen en mee kunnen doen, dan kom je dus verder. Ja. Dan wanneer je probeert enigszins met oogkleppen op een bepaald doel te bereiken, dan lijkt het bereikt, maar is er ook een heel deel al vervluchtigd en bestaat een idee meer op papier dan dat het ook echt wordt geleefd. Ja. Ja, precies. En dat vinden wij niet goed genoeg, hè? Nee. We willen echt, maar het is wel we moeilijk, echt iets wat van brengen. Ja, het is moeilijk om een harde business case ervoor te maken. Dus daar zit wel set ook heel erg te zoeken. Hè? Die sociale component van gebiedsontwikkeling in steden. Kan ook in het buitengebied. Hoe kun je daar een business case van maken waarmee je echt kan laten zien van... aan een opdrachtgever of aan een gemeente van... ja, deze investering is het waard, want je krijgt dit ervoor terug. Wij vinden dat, wij geloven dat, wij zien het ook. Maar om dat hard te maken... Hè, er wordt toch heel vaak nog meer in economische termen... Hè, als je het business case noemt. En hoe kun je dat op die sociale kant... hoe kunnen we iets soortgelijks bedenken... Om de waarde daarvan te bewijzen. Ja, precies. Hè. Hoe druk je het? Hoe druk je die meervoudige waardecreatie uit? Ja. Op een manier dat het vergelijkbaar wordt. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk voor de sociale kant, maar dat gaat ook over als je werkt aan een duurzame ontwikkeling in de zin van ecologisch en klimaatbestendig. Ja, dat zit op heel veel van dat soort vraagstukken. Op heel veel vlakken waar daarnaar gezocht wordt. Ja. Ja, dus dat is nog wel een vraagstuk waar denk ik heel veel organisaties en ZZP'ers en die in dit veld werken mee bezig zijn op de achtergrond. Ja, precies. Dus dat van zich moeten bewijzen op een cijfermatige manier of zo. Ja, terwijl we zelf zien, hè, als we bezig zijn in een opdracht, dan zijn ook de mensen met wie we met onze opdrachtgevers zijn echt vaak al heel snel dat ze denken, jeetje. Wat leveren jullie? Weet je wel, wat werkt dit goed? Ja, precies. Want eigenlijk ook vaak in stadsharten. Ja. Wat er mis is dat de levendigheid die is afgekalfd. Hè? Ja. En juist door met die sociale kant aan de slag te gaan, breng je de levendigheid weer op gang. Ja. Hè? Breng je ontmoetingen op gang. Mensen die hebben het daarover. En dat is een enorme drijvende kracht voor juist ook de economie, de recreatie. Precies. Ik snap hem wel, ja. Hey, en ik heb ook altijd een vraag in mijn podcast, even omdenkend, van wat viel er enorm tegen in jouw manier van werken en ga je nooit meer doen? Ja, daar moet ik even over nadenken, Sandra. Ah, het is gewoon allemaal zo succesvol, dat weet nou, je niet. nee, maar ik dacht wel eerst terug aan de tijd dat ik voor gemeente werkte. Ook toen was ik bezig met participatie. Alleen wat er toen toch wel vaak gebeurde, en die neiging is er nu nog steeds wel, neem ik aan, is dat het toch instrumenteel wordt ingezet. Dus een gemeente
maakt een beleidsvoorstel, wil dat interactief doen, organiseert een grote bijeenkomst op het Marktplein of op een veld met een circustent en iedereen mag komen en alle wethouders zijn erbij en heel veel ambtenaren en er wordt van alles opgehaald en dat is het. En, ja, en wat gaat er dan mis? Wat gaat er dan mis? Ja. Nou, dan gaat er mis dat je mensen alleen aftapt voor inhoud of input, zeg maar. Dat schrijf je op papier en je geeft aan van dit hebben we interactief opgehaald. En daar komt dit voorstel vandaan. En daarna in de uitvoering, het is niet samenwerken. Het is geen relatie aangaan. Het is niet werken aan eigenaarschap. En heel vaak halen ze wel input op hele complexe thema's die ze niet daarna zelf zo kunnen uitvoeren, hè, zoals ze op papier hebben opgeschreven. Dus dan denk ik van ja, je begint eigenlijk met A, maar je zegt niet B tot en met Z. En het wordt dan wel echt gebruikt naar buiten toe van dit is echt via een interactief proces tot stand gekomen. Ja, en dat bedoel ik met instrumenteel. Dan, ja, ik weet niet, je neemt eigenlijk je gesprekspartner, iedereen die erop afkomt, zeg maar, op zo'n interactief moment, neem je niet echt serieus. En dan ligt er ook een puntje van mijn tong van, goed, je hebt A gedaan en je wil door naar B. Wat moet je dan doen? Ja, sowieso A anders inrichten. Want heel vaak, wat je dan ook vaak ziet, is dat zo'n sessie al opgebouwd is in een bepaalde, ja, toch al in een soort agenda die eronder ligt. En daar kan dan nog iets vrij, gevonden. Maar meer zo van, wij vinden dit, vindt u dat ook? Of zo. Ja, nou, dat zo vragen ze het niet, maar dat zit er wel. Het zit er wel een beetje achter. Oké, maar laten we dat omdraaien. Hè? Dus stel je bent een overheid en die wil echt op een interactieve manier met stakeholders aan de slag. En het begint natuurlijk met samen nadenken over de opgave, over de uitdaging. Mm-hmm. En wat is nou een goede manier om met mensen samen in gesprek te blijven en ook dat eigenaarschap te stimuleren? Mm-hmm. Wat zou jij doen? Nou, in ieder geval in contact blijven. Dat is het allereerste. Want je ziet heel vaak dat na die sessie komt er nog wel, nou ja, als het goed is, een terugkoppeling van papieren. Maar dat is niet altijd een verslag, ja. Alleen weten mensen daarna helemaal niet of er ook iets mee gedaan wordt. Het is echt één keer komen en daarna hoor je niks meer. Dus dat is het allereerste. Blijf in contact. Neem weer contact op. Maar ook, als je bij elkaar komt met mensen, laat ze dan ook aangeven van wat zou ik kunnen doen? Of hoe wil ik nog betrokken blijven hierbij? En neem dat ook serieus en ga dat dan ook organiseren. En er is niet meteen eigenaarschap, hè? Dat kun je ook niet verwachten. En dat heeft dus investering nodig op relatie en op samenkomen en in gesprek blijven. En echt geïnteresseerd zijn in elkaar en daardoor horen. He, doordat je die lijntjes hebt als ambtenaar, hoor je ook veel beter van wat er aan de hand is. En kom je vaak ook tot hele andere ideeën die je nooit voor mogelijk had gehouden. Ja, maar je hebt het al heel mooi neergezet. Hè? Dus niet één bijeenkomst met een verslag. Maar als je zoiets gaat doen, weet dan dat je gewoon op gezette tijden terugkomt. En dat het ook niet alleen maar grote bijeenkomsten zijn. Ja. Maar dat je ook iets organiseert dat het op, hè, dat het op een andere manier gaat. En misschien veel meer één op één of met andere groepen. En sommige mensen willen alleen die ene keer komen. Dat is ook prima. Is ook prima, ja. Maar er zijn ook echt mensen die gewoon echt gedreven zijn om echt zich verder in te zetten voor een bepaald doel in hun wijk of buurt waar ze echt passie voor hebben. Ja, dat is alleen maar hartstikke mooi. En natuurlijk, en daar zit ook alweer een beetje de angst, hè? Dan willen ze dit en dat en dat kunnen we niet waarmaken. Ja, en daar moet je dan als partners uitkomen. Want heel vaak, als je geen, bijvoorbeeld niks financieels kan bieden, kun je wel op een andere manier iets bieden. Kun je netwerk bieden of ingangen of ruimte of, nou ja, heel veel opties. Ja, precies. Als je samen maar voor ogen hebt, hè, en daar elkaar in vindt van we willen deze wijk groener maken bijvoorbeeld, ligt er maar aan welk doel je hebt. Ja, precies. En ik kan me ook heel voorstellen dat er een angst in zit van
Nou, want straks willen er een heleboel mensen of een heleboel partijen iets. En dat is dan contrair aan elkaar. En hoe ga je er dan mee om? Ja, ja, dat kan ook. En dan kom je in hetzelfde belangenspeelveld als eerder. Moet je volgens mij bij elkaar gaan zitten sowieso. En het gesprek erover aangaan. En natuurlijk zijn er ook altijd grenzen, hè, en kaders. Want sommige dingen heb je ook vastgelegd die je niet wil. En verder is er eigenlijk vaak heel veel ruimte. En hoef je het ook niet als overheid meteen allemaal op te lossen. Dus kun je ook volgens mij mensen samen. Hè, als jij als ouder ga je ook niet elk conflict van je kinderen mee oplossen. Ja, ja, ja. Je geeft soms even het een heeft ook heel veel te maken met controle durven loslaten. Ja. Want eigenlijk wat je wil is dat de levendigheid in die community weer op gang komt. Ja. En dat ze samen allerlei dingen gaan doen. Ja. Maar ik denk van vooruit of zo. Dat de overheid dan heel erg zoiets heeft van ja, we moeten dat bestieren. Het moet een beetje allemaal pais en vree ook. Ja, dat. Hè? Ja. Maar ja, als het niet knalt en knettert, dan komen ook volgens mij niet de hele mooie creatieve ideeën en de oplossingen die je echt nodig hebt. Dus het is, ja. Zeker, zeker. Het mag van succes uit de hand lopen, graag zelfs. Hè? Ja, ja. Maar overheden zijn toch wel ook geënt natuurlijk op hun reputatie. En in deze tijd van social media, waar van alles meteen op de sociale media kanalen wordt gegooid, is misschien die terughoudendheid zelfs nog gegroeid ten opzichte van pak een beetje 20 jaar geleden, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we ook wel meer gewend zijn geraakt aan meningen. En meningen over elkaar. En dat ook weer makkelijker een plek kunnen geven. Dat idee heb ik erbij. Ja, dat zou kunnen, ja. Onverschilliger worden. Nou, niet onverschillig, maar meer zo van dat we er meer mee hebben leren dealen. Omdat we elkaar ook meer in het sociale domein via de social media tegenkomen. Ja, zo. Ja. Ja. Ja, het is wel grappig. Ik heb een podcast opgenomen, eentje hiervoor. Die heet Stel je open voor co-creatie. Mm-hmm. Dat gaat ook allemaal over dit soort van dingen. En ook gewoon de gevoeligheid die je daar als mens ook in ervaart. Hè? En ook de angsten die daarbij naar boven kunnen komen. Dat is allemaal heel natuurlijk. En dan toch denken van nee, de manier om vooruit te kunnen. Zeker in samenwerking, zeker met elkaar, is je openstellen. Ja, ja, en ook vanuit de overheid. En dat is... Ja, ik heb zelf ook 9 jaar bij de overheid gewerkt. Is dat niet... Ja, je wordt ook zo helemaal niet opgeleid. Eigenlijk zie je bij de overheid... En ik denk dat die verschuiving ook wel zichtbaar is in het soort vacatures wat je ziet. Hè. Je hebt... ze gaan toch iets verschuiven van het inhuren van expertise... naar het inhuren van mensen met bepaalde proces- en communicatieve vaardigheden... ontwerpvaardigheden. Dus veel meer op die proceskant heb je een bepaald type mens nodig met vaardigheden. En die is dan misschien inzetbaar op verschillende beleidsterreinen. En heel lang is daar helemaal geen aandacht voor geweest bij de gemeente. Natuurlijk door iemand te werven met expertise op een beleidsveld haal je soms ook gewoon iemand met die vaardigheden in huis. Ja. Maar daar is volgens mij lange tijd niet echt gericht op geworven. En nu wordt dat belangrijker volgens mij. Ja, en de mensen ook niet echt op ondersteund vaak, hè? Nee, en daar zie je ook wel verschuiving in. Dat daar veel meer trainingen en opleidingen op geënt is. Dat zie je echt een verandering die de overheid ook zelf heel graag wil maken en ook heel hard mee bezig is. Ja, ja. Dus als we over een tijdje bij bol.com gaan kijken, dan zijn er veel meer boeken over samen. Ja. Dat is misschien een beetje deze tijd ook, denk ik. Ja. Maar ja, hoe kunnen mensen kennis nemen van de activiteiten van jou en van Stichting Z? Hoe kunnen we jou volgen als we denken van, nou, dit is toch wel een heel spannend en mooi en waardevol onderdeel van gebiedsontwikkeling? Nou, ik zit zelf op Facebook en op LinkedIn en professioneel post ik zelf vooral op LinkedIn. En Z zit ook op Facebook. En op LinkedIn. Ik moet even kijken, heb ik opgeschreven hoe wij daar de heten? Linkjes, dat ga ik wel weten. Is het sociale Z ook actief op social media? Of, Ja, Z is actief, maar eigenlijk ik als medewerker bij Z post ook gewoon vanuit mijn eigen naam ook over natuurlijk de projecten waar Z aan werkt en waar ik aan werk.
En we hebben een website. Daar investeren jullie in. Want ja. Ik doe dit ook, maar het is ook een investering, hè, om te laten zien wat je doet. Zeker, en dat kan ook wel beter, hoor. Daar zit voor mijzelf, zo'n podcast had ik ook nog nooit gedaan. Ja. Ik ben altijd van het goed mijn werk doen en daar zo veel kwaliteit uit halen als erin zit. En dan denk ik van, dat mag je ook wel meer delen. Dus dat zeg ik ook wel eens tegen mezelf. Sophie, roep het wat meer van de daken en deel je enthousiasme meer op social media. Maar ja, als je daar zin in hebt, dan moet je dat zeker doen. Nee, nou, ik neem wel een voorbeeld van jou, Sandra. Want dat doe jij supergoed. Ja, ik vind het belangrijk om inderdaad over ons mooie werk en over alles wat erbij komt kijken, om daarover te delen. Ja. En ik vind het ook een hele mooie manier om interessante gesprekken te voeren, mooie mensen te ontmoeten. Dus ik geniet er ook van. Het is ook altijd wel een klein beetje spannend. Ja. Het is gewoon heel goed om te doen. Ja, ja, het levert veel meer op dan de spanning die je misschien ook een beetje voelt. Ja. Zeker, zeker. Ja. Heb jij misschien nog een gouden tip voor ons, voor Stadswachten? Een gouden tip? Weet je, nog wel een vraag. Ik kan ook gewoon samenvatten wat jij tot nu toe hebt gezegd. Je hebt ons gewoon meegenomen in hoe je werk kunt maken van samenwerking. Hoe je dat organiseert, wat daarbij komt kijken, wat het oplevert. Ja. Volgens mij heb ik een aantal dingen. Het participatie is niet iets om even in te zetten, maar is een structureler onderdeel samenwerken. Vormgeven van de stedelijke ontwikkeling vanuit het verhaal en de eigenheid van een stadsdeel is cruciaal, denk ik, om maatschappelijk, zeg maar, dienstbaar te zijn aan het gebied. Daar hebben we het ook over gehad. Ja, en niet alleen de historie, want dat wordt vaak wel gedaan, hoor, ook in de stedelijke ontwikkeling. Maar ook wat je zegt, de informele structuur en die in beeld brengen en zo. Ja. Ja, dat had ik eigenlijk ook niet zo op mijn netvlies, dus dat heb ik weer van jou geleerd. Ja, het gevoelig zijn voor gewoon menselijk contact. Ja. En daar niet bang voor zijn. Dat gewoon aangaan. Ook als je voor een overheid of een woningbouwcorporatie werkt. Dat kan gewoon ook vanuit je rol als ambtenaar. Misschien, hè, wat je net zei van social media. Het is een beetje spannend. Maar als je het doet, dan gaat er een wereld open en levert het veel op. Ja, we hebben al, je hoeft het niet de podcast samen te vatten. Je hebt gewoon 3 gouden eieren gelegd. Ja. We kunnen door naar de volgende vraag. heb jij een boek gelezen of een training gevolgd waarvan je denkt van, nou, dat heeft mij bijzonder geïnspireerd. Dat wil ik de luisteraar aanraden. Ja, wij zijn aan het verhuizen. En ik heb dus een aantal maanden geleden eigenlijk boeken ingepakt en naar de Shurgard gebracht. Ik zat te denken, wat komt er in me op? Maar ik heb nog wel, want ik koop zo af en toe tussendoor ook boeken waarvan ik denk, hey, die wil ik echt lezen. Dus ik ben nu eigenlijk 2 boeken aan het lezen. Dat is natuurlijk niet zo'n goede tip, omdat ik nog niet kan adviseren van, dit is echt helemaal top. Oh ja, je bent ook al bezig, maar maakt niet uit. Ik neem jullie mee in naar wat ik nu lees. En dat is Stop, een stopstrategie voor organisaties van Marije van den Berg. Zij zegt eigenlijk van, ja, ons stoptalent is over het algemeen minder groot dan ons talent om nieuwe dingen te starten. Hè? Dus, herkenbaar. Als kind leer je dat ook, van je moet niet stoppen, maar afmaken waar je mee begonnen bent. En bij vernieuwen en veranderen leg je, zeg maar, de nadruk op wat we willen aanleren of anders willen doen. Maar dat is eigenlijk maar de helft van het verhaal. Hè? Dus hoe innovatiever iets is, hoe meer van de bestaande routines en manieren van dingen doen moet je eigenlijk loslaten om überhaupt ruimte te hebben. En dat relateert ook wel naar stedelijke ontwikkeling en veranderen en transitie. Hè? Dat is altijd een afbouw en een opbouw en die moeten wel samen gaan. Dus ik vond dat een heel interessant gegeven, omdat ik zelf ook merk in de organisaties waar ik voor heb gewerkt. Ja, ben je geneigd soms dingen gewoon door te blijven doen. Omdat je altijd al deed. Ja, waar je eigenlijk best wel mee kan stoppen. En zeker, hè, we hebben het gehad over dat menselijke contact en dat maatwerk kost tijd. Is echt ook handwerk. En ja, die ruimte heb je alleen als je ook iets anders laat.
Dus vandaar dat is eigenlijk veel moeilijker. Dingen laten is moeilijker dan dingen doen. Zeker in organisaties. Ja. Ja. Dus dat maar het is wel een hele goeie. Want anders dan gaan we met z'n allen burn-out. Inderdaad. Dit mooie werk. Dat is niet de bedoeling. Ja. En dan heb ik nog een ander boek. Wat ik had lezen met Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht. En zij onderbouwen ook echt het belang van aandacht, werken met aandacht. Op allerlei manieren. Er zitten oefeningen in het boek die je zelf kunt doen. Ja, ik dacht, dat moet ik lezen. Dus daar, een soort van mindfulness in het werk. Aandacht voor waar je mee bezig bent. Maar ook aandacht echt in processen leiden. Dus als je procesbegeleiding doet. Waarom is aandacht ook voor mensen en aandacht in het luisteren en aandacht in het gesprek belangrijk? Ja, dus heel kostbaar, hè, aandacht. Ja, zeker. Echte aandacht. Ja. En ik zat nog, daar zat ik eerder ook over na te denken, twee hele inspiratievolle gedachten die ik ooit uit mijn vroegere werk en studie zelfs heb meegenomen. En wat ik altijd, wat nog heel vaak naar boven komt bij mij. Maar ik weet niet of je nog tijd hebt om dit te horen. Ja, ik hang aan je lippen natuurlijk. Het zijn eigenlijk allebei een soort gedachteoefening of krachtige ideeën. Dus die mij altijd zijn bijgebleven. En de ene is een benadering die ik in het onderzoek toen ik op de universiteit werkte over het antidiscriminatiebeleid. Hebben wij een aanpak gevolgd en die heet What's the Problem Represented to Be? En daar wordt eigenlijk van uitgegaan dat een probleemdefinitie geen vaststaand feitelijk gegeven is. Het is een sociale constructie die wel een reële impact heeft op het leven van mensen. Dus je gaat heel goed kijken van, oké, wat wordt er eigenlijk geproblematiseerd in een bepaalde tekst? Dat kun je ook bij een krantenartikel doen, maar bij beleidsteksten. Ja, het is echt tussen de regels eigenlijk lezen. Als je je afvraagt van wat wordt er geproblematiseerd? Wat had er ook geproblematiseerd kunnen worden? Wat blijft er ongeproblematiseerd? Wie wordt aangewezen eigenlijk als veroorzaker van het probleem? En als je zo de bias opstaat. En dat is echt een methode als je die dus volgt. Maar ook gewoon als je er gewoon in het dagelijks leven bij stilstaat. Dan vind ik dat heel erg verrijkend. Dus dat is mij altijd bijgebleven. Waar zitten mijn oordelen en kan ik daar ook anders naar kijken? Zo. Ja, en ook het idee dat beleidsteksten objectief en feitelijk zouden zijn. Nee, die zijn ook gemaakt door mensen. Dus we moeten daar gewoon heel goed op letten. En dan andere, dat is echt meer een gedachte-experiment, is John Rawls, een politiek-filosofisch denker. En hij heeft een heel belangrijk werk, On Justice, geschreven. Over rechtvaardigheid. En hij is op zoek in dat boek naar op welke principes een rechtvaardige maatschappij gestoeld zou moeten zijn. En dan doet hij eigenlijk een soort gedachte-experiment. En dat noemt hij de originele positie. En dat is eigenlijk een denkbeeldige toestand waarin mensen achter een sluier. Hij zegt de veil of ignorance, de sluier van onwetendheid. Daar worden ze achtergezet en dat betekent eigenlijk dat ze niet weten in welke familie of omstandigheden, welk land of werelddeel of positie ze geboren worden. En vanuit die positie moeten bepalen een rechtvaardige samenleving vinden en volgens welke principes moet die ingericht worden. En gewoon dat idee van die originele positie. Van niet weten en dan de maatschappij inrichten, vind ik gewoon een heel sterk gedachte-experiment. En dat is nog niet eens, hij komt op een aantal rechtvaardigheidsbeginselen, die weet ik niet eens meer helemaal uit mijn hoofd te reproduceren. Om zo te oefenen, hè, dus ik heb ook bij gemeenten, hè, als die moeten bezuinigen, kun je posten gaan schrappen. Maar sommige gemeentes die denken soms ook in een nulbegroting. Wat zouden we doen als we de begroting van grond af aan zouden opbouwen? Ja. Gaat ook weer een stukje over stoppen. Ja, dat herken ik erin, ja. 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 Dat vind ik, ja. Ja, Sophie, dus we hebben heel veel van jou geleerd. En we leren jou in dit staartje van de podcast kennen als een enorme denker. die gedachte-experimenten met zichzelf aangaat. En daar dan energie van krijgt. En dan op nieuwe ideeën komt. Nou,
Hartstikke leuk, super bedankt daarvoor. Ja, nou leer ik jou ook weer nog beter kennen dan ik jou al kende. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk hieraan. Ja, ja. Dankjewel voor jouw mooie bijdrage. Echt oprecht heel hartelijk bedankt. Je hebt weer een nieuw en heel ander licht laten schijnen op stadsontwikkeling. En daar ben ik jou dankbaar voor. Hartstikke fijn. Hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd, Sandra. Vond het, ja, graag gedaan. Leuk en je stelt ook hele goede vragen. Dus, Nou, fijn. Ja. Fijn. Nou, en luisteraar, dan wend ik me nog even tot jou. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. En ik ben heel benieuwd of we jou aan het denken hebben gezet. Dat moet haast wel met Sophie erbij. En of je bijzondere inzichten hebt opgedaan. Ik vind het interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. En je mag Sophie natuurlijk een persoonlijk bericht sturen via LinkedIn of zo. En mij mag je ook benaderen. Nou, Sophie, heel erg bedankt voor het gesprek. En luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen waarvoor je denkt dat het interessant is. Hè? Voor die doorgewinterde ambtenaren die denken dat participatie niet nodig is. Die moeten dit eigenlijk even horen. Over een week of vier dan heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Dus weet me weer te vinden. Ik zou zeggen, stay tuned!